Na anderhalve maand weer een thuisduel voor Geimert Rosmalen. OJC Rosmalen kwam op bezoek in Geimert en dit is de pupil van de week. Koen Cox, die mag proberen om de bal in het net te werken. En met behulp van de keeper van OJC lukt dat natuurlijk wel. Goed, Geimert ging aan de slag en iedereen dacht dat Geimert wel eens eventjes dit klusje zou klaren. Maar die hadden wel buiten de waard gerekend van de OJC. Die waren echt naar Geimert gekomen om punten te pakken, minimaal één. Maar als het kon nog eventjes netjes gaan winnen. En hier lijkt het er ook wel op. Een aanval van OJC en Van Ommer die komt te ver uit. Ja, en dan wordt er gescoord 1-0. En daar had Geimert buiten de waard gerekend. En dan krijg je een tik. En die is gevoelig. En dan moet je terug zien te komen. En dat lukt niet elke keer. Nog een paar keer een goede redding van Van Ommeren. Die in de eerste helft geblesseerd raakt. Hier gaat Verzut voor het veld af met een hamstringblessure. Wordt vervangen door Habraken. En Geimert probeerde het wel allemaal elke keer. Maar het net niet. En ze kwamen er eigenlijk niet aan te pas. Niet echt aan te pas. OJC stevig verdedigend. Hevig articulerend en schreeuwend als er iets gebeurde. Maar ze waren zelf ook stevig in de partij. Nou, hier gaat Geimert proberen om een aanval te doen. En de keeper Simons die komt eruit. Keeper Smit, sorry, van OJC. En het is een penalty. Van der Rijken gaat proberen. Veel te slap. Op halve hoogte. En de keeper heeft er helemaal geen moeite mee. Nou, die gaat het zijn net in. En dat lukte dus ook niet. Het viel allemaal een beetje tegen van Geimert. Nou, hier komt de eerste goal al aan. De tweede goal was dat trouwens. Van Herpen gaat eruit. Ook die was op leeg gespeeld. Werd vervangen. En Geimert probeert de doelman te verschalken. Maar het lukt en het lukt me niet. En het lukt me niet. En we zitten al diep in de tweede helft intussen. Dat Geimert probeert via combinaties het doel te vinden. Maar elke keer net niet. Kijk, ook hier weer de bal nog wel binnengehouden. Maar dat loopt weer op niks uit. Er werd stevig gevoetbald en wel, maar het mocht niet baten. Geimert dacht echt, zoals ik in het begin al zei, van we gaan hier eventjes 3 punten pakken. Maar het werd verlies voor Geimert. In de rust was het 1-0 en het bleef lang 1-0. Geimert kon op 1 gelijk komen door de penalty, maar die werd dus niet benut. Proberen het nog wel. En dan lopen we tegen het einde van de wedstrijd aan. Keeper die er goed bij zit. Nou, hier komt een knal van een speler van OJC. En die zit er helemaal in. En we zien het in de herhaling. Een vlammend schot. En hier had de reservekeeper van Geimert helemaal geen kijk op. Maar ik geloof de mans die verder toch wel goed keept hoor. Er was niks van te zeggen. Goede vervanger voor Van Ommeren. Nou, hier komt nog een aanval van OJC. En die gaat er niet in. Dit kan Glaudemans nog keren. Stand 2-0. We denken, nou, het is gebeurd. Het is afgelopen. De wedstrijd is gedaan. Maar er werd nog 1 minuut of 6 doorgespeeld. En in die laatste minuten was het OJC weer. Die weer scoorde. 3-0. En ja, de wond die werd nog eens een keer ingevreven met zout. Ook door fanatieke OJC supporters die op de tribune zaten. Die lieten zich echt wel gelden. En verdiende overwinning. Nou, de trainer Anton Jansen die zal dadelijk zeggen van het is een beetje geflatteerd. Maar OJC heeft gewonnen. Valt niks van te zeggen. Valt niks op aan te merken. Geimert moet oppassen. Zeker in de tweede helft van de competitie. Want alle spelers, alle teams hebben we al een keer gehad. Hier wordt afgefloten. En we gaan eens naar Anton Jansen. Vragen hoe die over de wedstrijd dacht. Maar het was, vond ik, als koploper vanmiddag een beetje onwaardig. Of zeg ik nou misschien te veel? Nou, het was duidelijk dat we niet onze beste wedstrijd speelden. En ik denk wat dat betreft de nederlaag ook wel verdiend is. En dat die 2-3-0 is, dat is een beetje geflatteerd natuurlijk, omdat je op het laatst veel risico's neemt. Maar ja, het was duidelijk dat we niet goed net zijn begonnen. Dat we moeite hadden met het 4-4-2, waar we anders normaal nooit moeite mee hebben. De organisatie stond niet zoals het zijn moet en we liepen overal een beetje tussenin. Nou, dat was in het begin en daarna hebben we het enigszins aangepast. En kregen we wel meer grip.
Maar het was wel zo'n wedstrijd waarin je ziet dat het moeilijk is. Ja, je had op slag en rust had je de wedstrijd helemaal kunnen laten cancelen. Als Bas van Rijken die strafschop, hè, die terechte strafschop, als hij die benut, krijg je misschien een heel andere tweede helft. Ja, dat klopt. Maar goed, dat bedoel ik ook met zo'n wedstrijd. Hè. Ik denk dat te veel jongens onder hun eigen niveau bleven. Ja, dan wordt het moeilijk om ons eigen niveau te halen als team zijnde. En dat is duidelijk gebleken. Koploper Geemert, zij blijven koploper. Hè. Het kan leiden, hè. 3 punten. Het zat er een keer aan te komen. Nou, dat weet ik niet of het eraan zat te komen, maar we gingen er vanuit van niet. Maar goed, dat het gebeurd is, dat kan. Hè. Ik kan een keer een wedstrijd verliezen. De manier waarop, daar ben ik dan niet zo blij mee. Wij zullen dit beschouwen als een incident en we knallen er weer op volgende week. Nou, daar gaan we in ieder geval vanuit dat dat een incident is. En ja, ik heb vanmiddag ook gezien toch de doelman geblesseerd, enkele spelers geblesseerd. Blessuregolf bij Geemert aanwezig of valt het toch mee? Zijn het incidentjes die het dus na een week toch weer opgelost zijn? Ja, voor deze wedstrijd hadden we iedereen fit. En nu zijn er een paar kleine gevalletjes, denk ik. Dus ik moet even inventariseren hoe dat deze week hoe dat loopt. Maar ik verwacht daar geen grote problemen bij.